Hij is bekend van radio en tv. Henk Bres staat als lijstduwer op plek 10 op de kieslijst van de PVV, maar hij krijgt meer dan 1800 stemmen. En dat is genoeg om de gemeenteraad in te gaan. Hij en zijn korretje zijn daar reuze trots op. Ja, echt, ik ben echt afgeblufft, zeg maar. Ja. Ook al gaat hij een nieuwe carrière tegemoet, hij blijft zichzelf, belooft hij. Ik ga niet met een stropdas om, mevrouw de voorzitter, dit en mevrouw dit. En zo. Nee, echt niet hoor. Ik zeg gewoon, ik ben Henk Bres en ik blijf Henk Bres. De komst van Bres gaat ten koste van de nummer 2 op de PVV-lijst, Willy Dille. Zij kan niet anders dan zich erbij neerleggen. We gingen een beetje vanuit dat we 5 zetels of 4 zouden halen. En of Henk dit aan kan om zo'n hele grote portefeuille te doen als hij dat kan. Nou ja, prima, hè? Dat is de democratie. Zo werkt het. Ze moeten mij niet de bestuurlijke dingen en financiën geven, want daar heb ik helemaal geen klote verstand van. Maar ik wil wel dat wat er op straat gebeurt, wil ik verbeteren. Een Haagse Den Haag, een betere Den Haag, betere veiligheid. Je weet allemaal dat soort dingen waar de mensen over klagen. En over alle onderwerpen heeft Bres wel een mening. Daar hoeft hij geen gemeentelijke stukken voor op na te slaan. Als ik mijn mening weet, of hoe ik erover denk, dan hoef ik die stukken niet te lezen, hoor. Want het gaat bij mij niet om cijfertjes. Nee, het gaat om dat wel gebeurt. Ik ben ook niet zenuwachtig ervoor. Het zal me naar reet roesten, dus ik heb allemaal mijn zak op blazen. Het pijpje hangt erbij. Het maakt er maar allemaal helemaal niet uit. Ik hoop dat er een beetje humor in de raad komt. Maar wel op een streep staan van nee, zo willen we het en zo moet het gebeuren. Ja, maar...